We gaan het hebben over Forum voor Democratie. Ja, u heeft de deconfituur allemaal kunnen zien. Het ging razendsnel deze week. Je zou bijna vergeten, gaan we even terug in de tijd, dat meer dan een jaar geleden, maar toch 20 maart 2019, was dit nog gewoon de grootste partij van Nederland. Hè? Op deze rots gaan wij onze zeil bouwen. We gaan onze democratie herstellen. En vandaag is de eerste grote veldslag gewonnen. Dankjewel. Ja, dat was toen. Dit is nu. Laat maar even zien, jongens. Dit is de peiling van Maurice de Hond van vanochtend. Forum voor Democratie. Helemaal onderaan. 3 zetels. -5. Maar, Sjoerd Paradijs en Henk Bleker. Even voordat we het gaan hebben over dat gat op rechts. Even tellen hoor. 36. 28 voor de PVV. 28 voor de PVV. 14 voor het CDA. Henk Bleker, dat is gewoon een meerderheid, hè? Ik bedoel, even nog afgezien van wie heeft uitgesloten. Ja. Je kan gewoon een kabinet maken met VVD, PvdA, ja. PVV. SGP er nog bij. Ja. Keurig kabinet. Gaat het gebeuren? Dat denk ik niet. Maar... Het zou zomaar kunnen, toch? Ja, het zou kunnen als je naar de getallen kijkt. Maar het is wel even goed misschien om even terug ook naar wat de heer Paradijs zei. Wie zijn nou die kiezers die Forum zo groot hebben gemaakt... Ruim een jaar geleden. Ik ken ze. Ik ben op veel forumbijeenkomsten geweest als gast. Sjoerd Paradijs begint te lachen. Want een kleine flirt met de partij kan u niet ontzeggen. Nee, worden. Met die beweging niet. Nee, zeker niet. Mm-hmm. En als je gewoon even naar de kaart van Nederland kijkt, waar wonen ze? Mm. Ze wonen in de Achterhoek. Ze wonen in Emmen. Ze wonen in Noord-Friesland. Ze wonen in Brabant. Ze wonen in West-Friesland. Zeker. Eigenlijk maar weinig in Amsterdam, hoor. Er zijn een paar mensen van Forum die in Amsterdam een grote mond hebben... die nu een heleboel verhalen houden. Maar Forum stelt in Amsterdam niet zoveel voor. Het is een beweging die in heel Nederland, laten we zeggen, aantrekkingskracht had. En ik ben wel eens op die bijeenkomsten geweest, die ledenbijeenkomsten. En toen dacht ik van, nou ben ik nou op een congres van het CDA? Of misschien van... VVD. Waarmee je wil zeggen? Onvoorstelbaar veel ondernemers. Mm-hmm. Onvoorstelbaar veel ex-VVD'ers, ex-CDA'ers. Mensen die de lokale partijen groot hebben gemaakt. Want de grootste partij in Nederland is niet de VVD. Maar zijn de gezamenlijke lokale partijen. En die hebben allemaal iets dat de gevestigde partijen... maar ook de gevestigde bureaucratie... Denk even aan de toeslagenaffaire. Denk even aan hoe het ministerie van LNV met boeren soms omging. Dat de gevestigde partijen, de gevestigde bureaucratie... hen in de steek liet, over hen heen walste. Forum aan dat gevoel van hele gewone oud-CDA's, oud-VVD'ers... mensen die actief zijn als lokale partij... die ze als lokale partij hebben opgericht. Gewone, nette mensen. Daar heeft Forum een platform voor geboden. En niet voor een stelletje... van 30, 40 mensen wat op een druilerige dinsdagmiddag... U vindt het jammer, met rare spandoeken op het Binnenhof staat. En de hele dag aan het twitteren is en blauwe vinger... U vindt het jammer dat er dus geen gat... Overigens, Maurice de Hond heeft daar ook een peiling naar gedaan. Meer dan de helft van alle kiezers zegt in Nederland... er is gewoon een gat tussen de VVD en de PVV. Meer dan de helft. Hè? Mensen zoeken gewoon... Nee, ik zeg het niet helemaal goed. Rechts van de VVD. En de rechtse kiezers vinden dat nog veel meer. Die zoeken naar... Wat je net zegt, rechtse partij. Is het alleen maar anti-Sjoel? Is het alleen maar dat ze tegen dingen zijn? Of zijn het ook... Wat willen die mensen? Wat zoeken ze? Migratie, klimaat, wat zoeken ze? WNL is het bewijs dat ook het omroepbestel... daar ontbrak een conservatief-liberale omroep. En je ziet dat in Nederland de VVD en PVV... dat zijn partijen waar ze het niet kunnen vinden. En het zijn grote zaken... En het zijn kleine zaken. Mm-hmm. Grote zaken, de frustratie over het geld, over de manier waarop de overheid zich beschermt. Probeer de overheid maar eens te bellen. Ze zijn onbereikbaar. Kijk naar de gemeente als het gaat over de OZB of over bestemmingsplannen. Als je een boete krijgt, moet je een tientje administratiekosten betalen. Week in, week uit, als je toevallig een paar keer te hard rijdt. Kijk hoe ze de boeren, kijk hoe ze de vissers behandelen. Mm-hmm. Kijk naar alle ministeries. Als we elke maand een parlementaire enquête gaan doen... Dan krijg je één grote brok ellende naar buiten... als het gaat over ambtenaren en politici die het eigenlijk allemaal niet weten. Het verleden heeft dat bewezen. Dus ja, er is een ruimte voor een gezond verstand partij...
Hè, zonder dan al die rare dingen met Boreaal en rechtsextremisten. Dat is natuurlijk iets wat je volledig moet afwijzen. En het is waar, Baudet heeft de plek ingevuld van Fortuyn. Hè, want dat speelde toen eigenlijk al. Het speelt eigenlijk al 20, 30 jaar. Dat grote groepen iets anders willen. En dat ze dat zoeken, in dit geval bij Baudet. Maar deze mensen, die stemden vroeger... De mensen, nee, je hebt gelijk, ze wonen verder in de provincie, Henk Bleker. Ik spreek ze ook vaak. Die stemden vroeger gewoon op CDA of VVD. Ja, kijk, dat maar is nu niet meer. Ook niet op jouw CDA. Oh, dat is het bijzondere. Dat je eigenlijk in Nederland ziet dat de grote partijen... die dit kiezerspubliek zouden kunnen omarmen... Samen naar het midden op. Dat weigeren ze eigenlijk pertinent. En dat is anders dan bijvoorbeeld in Oostenrijk en in Denemarken. In Denemarken heeft de sociaaldemocratische beweging... die heeft dat hele gevoel van te veel immigratie tot zich genomen. Is heel strikt geworden waar het gaat om migratiebeleid. Waarom? Uit belang voor de eigen achterban. Onze eigen mensen, tussen aanstekens, die trekken dat niet meer. Die worden geschaad door de overvolle immigratiestromen. Dat waren de sociaaldemocraten. Die pakten als het ware dat gevoel waar we het nu even over hebben... pakten ze op dat punt van rechts af. Hè? In Oostenrijk had je de Christendemocratische Partij was klein geworden. Kwam een nieuwe leider, heeft schoon schip gemaakt. Heeft eigenlijk dat gevoel wat Baudet bij de Provinciale Statenverkiezingen wist te verwoorden... heeft dat tot programmatische speerpunten gemaakt. Maar het CDA... En dat heeft het CDA niet gedaan. Maar Henk Bleker, het CDA en dat doet de VVD ook niet. Ging met Sybrand Buma naar rechts. Ja. En is nu met Hugo de Jonge weer helemaal terug naar links. Het eerste wat hij deed, zo'n beetje, was Vorm voor Democratie. Ja, en als je dan al begint met het uitsluiten van politieke partijen... Die een heel groot... Dan sluit je ook kiezers uit. Hoe kun je dan nog geloofwaardig... een verhaal houden dat je die zorgen van die mensen toch serieus neemt? Jij gaat volgende keer niet meer op het CDA stemmen. Nee, ik zal u heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk niet weet waar ik op ga stemmen. Ik was wel een beetje geneigd om Forum te doen, maar dat loopt een beetje uit de hand, hè, om het beetje plat wel, uit te drukken. Alhoewel ik veel verwijt aan richting de heer Baudet niet terecht vind. Ik heb er meer gesproken, ben ik van overtuigd, dan enig journalist in Nederland de afgelopen 3 jaar. Langer en meer gesproken dan enig journalist in Nederland. Ja, maar Henk Bleker, als je gaat veel... flirten met extreem rechts... en als je antisemitische dingen gaat zeggen... wat toch veel erger is dan we allemaal al vermoeden... Beste vrienden, ik doe het zo. Maar... Nee, wacht eens even. Ja, toch? Nou, dan wil ik ook even duidelijk zijn. Als ik van iemand recht toe recht aan dingen hoor die niet kunnen... dan serveer ik iemand af. Als ik lees zijn publicaties en wat hij woordelijk heeft gesproken... en er staan dingen in die niet kunnen... Dan serveer ik iemand af. Maar tot nu toe moet ik zeggen dat over meneer Baudet er wel heel veel van horen zeggen. Nou, kom op. Nee, Nicky Blauw Verwijf heeft een brief geschreven die op een meeting aanwezig was. Kijk me nou eens even serieus. Maar Henk. Mag ik eigenlijk zoiets wel zeggen in een uitzending dat ik graag eerst... Nee, je mag alles zeggen hier. Nee, ik kijk even naar jullie reactie. Ik wil graag mijn oordeel over iemand baseren op basis van wat ik zelf van iemand hoor, wat ik lees en wat ik zie enzovoort. Nou, en verder geef ik geen oordeel. Zo reageerden de Trump-aanhangers natuurlijk ook in Amerika. Ja. Maar kijk, het gaat niet over migratie of het gaat niet over deelonderwerpen. Het gaat erom dat die overheid, daar zit frustratie, dat die zichzelf heeft opgesloten. Dat is het grootste en dat je dat er geen coulance is op het moment dat je bescherming nodig hebt, zoals de horecamensen, dat er niet voor je wordt opgekomen, dat je tegen de muur van ambtenarij aanloopt. Eigenlijk is de enige overheidsdienst die goed te bereiken is de Belastingdienst. En dat valt wel tegen. Ik begrijp heel goed wat je zegt. En dat er enorme frustratie kan zijn als je probeert iets te bewerkstelligen bij de overheid en je loopt de hele tijd tegen die welbekende muur aan. Het is zo. Tegelijkertijd, ja, snap ik, maar tegelijkertijd laten we alsjeblieft ook af en toe weer heel even terug op aarde en kijken naar hoe goed we het ook in Nederland hebben. Ja. We zijn nu alleen maar bezig met te vertellen wat een hel op aarde het hier is. Ik kan je vertellen, het is geen hel op aarde. Je komt uit Irak. Je hebt zelf ook in een situatie gezeten. Ja. U hebt zelf ook in een situatie gezeten. Mag je zeggen. Waarbij je als minister eigenlijk geen kant meer op kon in die kwestie. Dus ik snap ook wel het probleem van ministers. Maar wat wij afgelopen week hebben gezien, dat is maar een deelontwerp met minister Wiebes. Het is toch ongelooflijk dat deze man nu nog steeds lid is van dit kabinet. Met wat we van de week hebben gehoord. Ja, we hebben het over het gat op rechts. Maar het kan zomaar zijn dat meneer Wiebes
helemaal niet beantwoord aan als je hem hoort van hoe 9000 gezinnen al in een hoek zijn gedrukt. Dat is toch een schande. En dat heeft die overheid. Dus jij zegt het is vooral de rol van de overheid. Maar Henk Bleker, als ik mensen. De overheid hoort de zwakkeren te beschermen. Nee, maar wat daar is gebeurd bij de Belastingdienst, daar heb ik geen goed woord voor over. En dat geldt voor iedere Nederlander. Maar we moeten ook, weet je, als het gaat om de grieven, of als het gaat om inclusief beleid, zodat iedereen zich gehoord voelt, dan ben ik daar absoluut voor. En de vraag is, hoe doe je dat? Dat is helemaal niet zo eenvoudig. Daarnaast moet Nederland ook nog bestuurd worden. Dus als je alleen maar met one-liners de politiek ingaat, maar vervolgens voorbij gaat aan het feit dat er hoe dan ook voor een bestuurbaar Nederland een compromis gesloten moet worden, ja, dan blijft het een heel ingewikkeld verhaal. Ik ben het een beetje eens, want ik vind dat Nederland heeft, zeg maar, de afgelopen 30, 40 jaar is het altijd de helft was links, de andere helft was rechts, conservatief. Ja. Maar wat je nu ziet is dat, zeg maar, als wat aan de conservatieve kant zit, of liberaal, niet met elkaar samenwerkt. En dan komt er ook nooit een kabinet dat beantwoordt aan. Jongens, je moet Henk, heel kort tot slot, want anders worden ze heel boos op. Ja, dat snap ik ook wel. Kijk, deze groep blijft er. En dat zijn gewoon hele keurige, nette mensen. Dat heeft op zichzelf niet met Forum te maken. Er zal een nieuwe politieke beweging ontstaan die deze groep aanspreekt. Tenzij VVD of CDA een stap zetten, zoals bijvoorbeeld in Oostenrijk de Christen-Democraten of de Sociaaldemocraten in Denemarken hebben gedaan. En dat is bijzonder. En waar het gaat om de heer Baudet, ik wil daar maar één ding over zeggen. Ik beoordeel iemand recht toe recht aan. En ik zie allerlei dingen, daar heb ik ook wel mijn vraagtekens bij, maar dat is wel mijn primaire criterium. Ik vind het wel tekenend. Ik moet er echt een eind aan maken. Ik stop ermee. Dank u wel.